Welkom bij Patheo TV. Mijn naam is Johan Oldenkamp. In deze 31ste Nederlandstalige aflevering van Patheo TV gaan we het hebben over de ware geschiedenis van de kerk. En ken je mensen die gelovig zijn, dan wil ik je vragen om deze video naar hen door te sturen, want het is heel belangrijk dat ze deze ware geschiedenis kennen. Ik zal mijn camera even uitzetten, dat is niet meer belangrijk. Evangelie. Ja, je ziet het Griekse woordje evangelion. En hier zie je het ook staan. Evangelion. Ja, hier zie je de Griekse letters. En in het Latijn is dat evangelium geworden. En in onze taal hebben we dat vertaald met evangelie. In het Engels, en dat betekent letterlijk de goede boodschap. En in het Engels is dat gospel geworden, maar het is eigenlijk een samentrekking van good spell. Ja, een spel is weer een vertelling of een verhaal. En een oud Engels woord. Dus het goede verhaal, de goede boodschap, klopt helemaal. Maar gospel, ja, dat woord zelf, dat heeft eigenlijk helemaal geen betekenis, tenzij je snapt waar het vandaan komt. En het is een geheime leer. Een geheime leer uit ongeveer de tweede eeuw van onze jaartelling. Ja, maar toen zijn die geschriften opgetekend. Eind van de tweede eeuw ongeveer. En je mag dit evangelisme noemen. Ja, en dat waren de mensen die het hebben opgeschreven, waren allemaal ingewijden in de waarheid. En wat die waren is, ga ik straks wat dieper op in. Maar noem dit geen christendom. Want dat kwam pas veel later, dat zal ik straks uitleggen. Ja, aanvankelijk was het niets anders dan evangelisme. En die mensen werden vervolgd. Ja, we hebben allemaal geleerd dat dat in de tijd van Nero is gebeurd, maar dat is onzin. Daar is geen enkel bewijs van. Het begon pas in het jaar 250. Waarom? Omdat toen pas die beweging echt heel veel belangstelling kreeg. Die geschriften waren daarvoor, ongeveer 50 jaar daarvoor, opgeschreven. En toen werd het steeds populairder, omdat mensen de waarheid herkenden. Ja, en die waarheid die daarin zit, ja, die is heel belangrijk. Oh, sorry, hier valt een woordje weg, maar er staat van. En het is gebeurd in de tijd van deze keizer, keizer Decius. Ja, en die werd vanaf het jaar 249 werd die keizer van het Romeinse Rijk. En vervolgens kregen we deze keizer, Constantius Chlorus. En hij werd eigenlijk Constantius de Bleke genoemd. En het was een gezamenlijk keizerschap, zo heet dat, omdat de twee delen van het Romeinse Rijk ieder een aparte keizer hadden, een heerser. Je ziet het Romeinse Rijk verdeeld in het westen en in het oostelijk deel. Ja, die Bleke, Constantius de Bleke, die was heerser in het westelijk deel. En in het oostelijk deel was Maximianus de keizer. En na die tijd ook samen met zijn zoon, daar kom ik zo op terug. Dus dit waren toen de twee keizers. Nou, toen hij kwam te overlijden, misschien moet ik wel even duidelijk aangeven, in 306, want daar gaat het om. Toen hij kwam te overlijden, ontstond er een machtsstrijd wie de baas werd in het Romeinse Rijk. En die machtsstrijd ging tussen die zoon, ja, misschien te snel, ja, tussen deze man, de zoon van hem, want die was al in 310 overleed hij, kort daarna. En toen hij overleed, toen ontstond die machtsstrijd pas echt. En dat was dus tussen hem, die zoon van die Maximianus, hij heette Maxentius, en Constantijn. En Constantijn die werd later heel erg bekend, daar ga ik zo dieper in. Ja, dit is de zogenaamde Constantijn de Grote. Want hij heeft uiteindelijk die strijd gewonnen. En hij was de zoon van de heerser van het westelijk held, die zogenaamde Bleke. En hun strijd is uitgevochten bij die Milvische brug. Of in het Latijn of in het Italiaans Ponte Milvio. Hier zie je die brug zoals die er nu uitziet. Maar toen zag die er ongeveer zo uit. Ja, waarschijnlijk nog steeds dezelfde soort brug. En daar is heftig gevochten. En daar was die megaclash tussen deze twee zonen van. Nou, we weten natuurlijk wie het gewonnen heeft, want die Constantijn heeft het gewonnen. En vanaf die datum, dus 28 oktober 2012,
was hij de heerser over het totale Romeinse Rijk. En hij heeft heel veel dingen gedaan voor die evangelisten. Ja, allereerst heeft hij besloten in het jaar 313, dus kort daarna al, dat de evangelisten niet langer vervolgd werden. Daarvoor werden ze wel vervolgd en daar moesten ze het allemaal in ja, een soort geheimtaal opschrijven. Het was buitengewoon gevaarlijk als je met geschriften over ja, deze inzichten gepakt werd. Dus je moest het heel slim opschrijven. In de vorm van gelijkenissen bijvoorbeeld. Ja, of in een verhaalvorm. Maar het gaat puur en alleen over kennis. Kennis van de ingewijden. Dus de zogenaamde Edict van Milaan geweest. Oh, dat moet nog een aanbij. En hij is ook begonnen met de bouw van een basiliek. Het zogenaamde Sint-Pietersbasiliek. Ja, de eerste versie daarvan. Wat er nu staat in het Vaticaanstad is de tweede versie. Maar de eerste versie is begonnen, de bouw daarvan, ongeveer in het jaar 322. En wat hij ook gedaan heeft, het derde ding, is het eerste concilie van Nicea bijeenroepen. En Nicea is hier een stad in het ja, noordoosten van Turkije. En dat zijn dus drie heel belangrijke zaken. En wij hebben op school allemaal geleerd dat dit ging over christendom, maar dat is volledig onzin. Dit ging over de evangelisten. En op zijn sterfbed is hij gedoopt. Maar zijn hele leven lang was hij een heide. En er zijn bronnen die zeggen dat hij al dood was toen hij gedoopt werd. Dus dit is 100% misleiding. Maar hij is daarna wel heilig verklaard. Ja, we hebben nu Sint Constantijn de Grote. Dat wordt beweerd door het Vaticaan, door de Rooms-Katholieke Kerk. 100% onzin. Wat de waarheid is, is dat vanaf het eerste concilie in Nicea kwamen de evangelisten steeds meer onder controle van Rome. En dat kunnen we aanhouden als de start van het christendom. Ja, want het christendom is niets anders dan de Romeinse vervalsing van het evangelie. En Rome snapte namelijk dat religieuze macht vele malen effectiever is dan militaire macht. Ja, het is goedkoper en het heeft ook nog wat meer effect. Dus vandaar dat Rome, want die verloor steeds meer militaire macht, is overgestapt op religieuze macht. En dat was eigenlijk een soort blessing in disguise, zou je kunnen zeggen, want daardoor kregen ze steeds meer invloed. Zelfs buiten het Oude Rijk. En dat was de start van het eerste door religie geleide rijk. En tegelijkertijd was dat de start van de donkere middeleeuwen. Ja, want vanaf die tijd, sinds Rome de baas werd in het religieuze rijk, werden mensen weggehouden van kennis. En daarom noemen we de donkere tijd. Mensen waren gewoon niet geïnformeerd. En dat groeide uit tot het eerste, of sorry, tot het ja, eerste rijk, of het Duitse Rijk, dat is het Eerste Rijk. Maar het werd het Heilige Roomse Rijk genoemd. En het was van deze tijd, dus dat was heel erg lang. Ja, bijna 1000 jaar lang, het Eerste Rijk. Nou ja, 800 jaar maakt het nog. Anyway, toen kregen we het Tweede Rijk, ja, dat is het Zweite Rijk. En dat was van 1871 tot 1918, dus tot en met het einde van de Eerste Wereldoorlog. Toen viel het Tweede Rijk uit elkaar, dat was het Rijk van keizer Wilhelm der Zweite. En vervolgens kregen we das Dritte Rijk, en dat kennen we natuurlijk allemaal, want dat is het Rijk wat door Adolf Hitler is gesticht. Maar het waren alle drie Roomse rijken. Daar heb ik er heel duidelijk over zijn. Hitler was een puppet, een marionet van Rome. Ja, en zoek het maar op. Hij was Rooms-Katholiek van begin tot eind. En Rome heeft nooit afstand genomen van zijn rijk. En waren namelijk alle drie Roomse rijken, Roomse religieuze rijken. Alleen, ja, hierbij werd er een vermenging gemaakt tussen religie, zeg maar kerk en staat. En dat zie je ook in dit symbool. Dit was de vlag van het Eerste Rijk, het eerste zogenaamde Heilige Roomse Rijk. Twee koppen. Ja, de kerk en de staat waren één en dezelfde zwarte vogel. Nou, dat was hier ook zo en dat was hier ook zo. En vervolgens heeft Rome als eerste
Nou, niet. Ja, de timing is een beetje verwarrend. Maar ik hou dit jaartal aan en dan komt deze orde als eerste. De orde van de arme ridders van Christus en van de tempel van Salomon in Jeruzalem. Ja, dat is een hele lange naam. Maar Jeruzalem is het belangrijkste woord hier. Want daar ging het dan om. Ze wilden Jeruzalem heroveren. En deze ridders werden ook wel genoemd tempelridders of tempeliers. Ja, je ziet het in het Frans. De Templier. En dit was een logo. Ja, en dat is bijzonder. Want deze vorm, er komen we veel vaker terug. Ja, dit is bijvoorbeeld de vlag van het Tweede Rijk. Dat is het Zweite Rijk. En dan zie je exact dezelfde vorm terug. En dat zie je nog steeds op het IJzeren Kruis. Hier zie je het IJzeren Kruis. En dat is exact dezelfde vorm. Dus die vorm is nooit weggegaan. En ook bij Adolf Hitler, ja, hij altijd, kijk maar naar de foto's die je kan vinden op internet, altijd voor zijn hart, op zijn linkerborstzak, altijd dit kruis. Ja, het is exact hetzelfde kruis. Dit laat zien dat dit altijd de soldaten zijn geweest van Rome. Hitler was een soldaat van Rome. En deze orde, de tempeliers, de tempelridders, was een katholieke militaire orde. Soldaten van Rome. Ja, het religieuze rijk. En uiteindelijk is dat overgegaan in de vrijmetselaars. De tempeliers zijn langzaam maar zeker veranderd in de vrijmetselaars. Maar dat betekent dat de vrijmetselaars ook een katholieke militaire orde is. Maar natuurlijk wel verstopt. En alles wat met de vrijmetselaars te maken heeft, komt uiteindelijk allemaal terug in Rome. We zeggen niet voor niets, alle wegen leiden naar Rome. Het gaat over macht. En dat betekent dat ook Rome de basis over de vrijmetselaars. En de onderste regionen, de eerste drie graden, die mannen die daarin zitten, die weten van niets. En die zullen dit in alle toonaarden willen ontkennen. Maar die zijn totaal ongeïnformeerd. De top is dienstbaar aan Rome. Punt. Want dat zijn soldaten van Rome. En kijk hier eens naar logo op de chef die de paus draagt. Ja, hier en hier en hier. Exact hetzelfde. Steeds weer het ijzeren kruis. Want ijzer staat symbool voor het Romeinse Rijk. En daarna, kort daarna, is er nog een andere orde opgericht. In het Nederlands is het vertaald met de soevereine militaire hospitaalorde van Sint-Jan van Jeruzalem. Beetje merkwaardig dat het Jan is geworden, want die staat toch echt in het Latijn Johannes. Dus het had Sint-Johannes moeten zijn. Maar goed. Het wordt de orde van Sint-Jan genoemd, maar hier zie je het is ook de Johannieterorde. Johannieterorde zelfs, met een F. Ja, dus hier zie je duidelijk dat het over Johannes gaat. Hoe dan ook, hospitaalridders worden ze genoemd of gewoon hospitalers in het Engels. En dat is langzaam veranderd in de ridders van Cyprus en Rhodes en uiteindelijk is dat geworden de ridders van Malta. Dus iedereen die nu hoort bij de ridders van Malta, is ook een soldaat van Rome. Punt. Ja, hier zie je een schilderij uit de 14e eeuw. Hier zie je de grootmeester van deze orde en dan de senioren naast hem. Allemaal hospitaalridders, allemaal soldaten van Rome. Want dit was ook een katholieke militaire orde. En die zijn uiteindelijk verworden, zou je kunnen zeggen, ook tot het Rode Kruis. Wat veel mensen niet doorhebben is, het Rode Kruis is ook een onderdeel van het leger van Rome. Ja, je denkt dat het allemaal artsen en verpleegkundigen zijn die goed werk doen, maar in de hoogste regionen zijn het ook allemaal soldaten van Rome. En daarom is het een prachtige dekmantel voor allerlei buitengewoon smerige praktijken. Ja, dus wat samengevat, die donkere middeleeuwen begonnen toen het militaire Romeinse Rijk uit elkaar begon te vallen. In het jaar 400 was het definitief het geval, maar het begon al eerder. En dat was dus de start van het religieuze Rijk. En Rome wilde de baas blijven spelen, maar met militaire macht lukte dat niet meer. En toen zijn ze overgestapt op religieuze macht. En het bleek vele malen effectiever te zijn. En efficiënter, ja, voor doelmatiger. In die tijd, misschien ook goed om te zeggen, in die tijd was het de gewone mensen verboden om de Bijbel te lezen. Ja, daarvoor werd je opgepakt. Dat was niet de bedoeling.
Je moest luisteren naar wat de zogenaamde geleerden, de priesters, jou vertelden wat erin stond. Maar je mocht het niet zelf gaan checken. Dat is toch raar? En die donkere middeleeuwen, die duistere periode, eindigde pas met de komst van de renaissance, die wedergeboorte. Want toen kregen mensen zelf weer toegang tot kennis. En daardoor bevrijden ze zich uit dat religieuze Romeinse Rijk, min of meer. De Katharen die waren al eerder wakker. Ja, die hadden blijkbaar een bron gevonden waarin ze de kennis hadden ontdekt. En dat gaf hun zoveel verlichting dat ze los wilden komen van het Romeinse Rijk. Dat religieuze Romeinse Rijk. En Rome heeft dat met allergrootst mogelijke machtsmiddelen, met marteling, met moord, met noem het allemaal maar op, de kop ingedrukt. Ja, die Katharen zijn gewoon massaal uitgemoord. En dat gebeurde in de 12e, 13e, 14e eeuw. Buitengewoon verschrikkelijk. Ja, in Noord-Italië en Zuid-Frankrijk met name. Zoveel macht had Rome via de lokale heersers om dit te doen. Een genocide. Verschrikkelijk. En toen kregen we de renaissance. Het was niet meer te stoppen. Ja, die kennis die kwam steeds meer naar buiten. En een van de ingewijden was bijvoorbeeld Leonardo da Vinci. En als je goed kijkt naar dit schilderij, dan zie je dat hij kennis van zaken had. Ja, de schilderij is verschenen in 1498. Ja, in andere video's leg ik precies uit wat hij geschilderd heeft. Maar dit laat zien dat hij kennis van zaken had. Hij was een ingewijde. Maar Rome heeft dus uit alle macht geprobeerd dat de kop in te drukken met de Inquisitie. Dat betekent letterlijk een onderzoek, maar ja, wat voor onderzoek is dat? Dat waren gewoon martelpraktijken. De meest verschrikkelijke martelpraktijken zijn toegepast om mensen maar te laten bekennen dat ze bij de katholieke kerk horen. Ja, de Spaanse Inquisitie is heel bekend. Moet je zien hoe lang het is. Ja, bijna 400 jaar lang zijn mensen gemarteld, verkracht, vermoord, noem het allemaal maar op. De meest verschrikkelijke dingen heeft Rome gedaan. Blijkbaar gelden die 10 geboden niet voor de Romeinse bevelhebbers. Buitengewoon merkwaardig natuurlijk. Ja, en daarna kreeg je ook nog de Romeinse Inquisitie. En die is pas opgehouden in 1965. Kijk eens, jaartal. Dat is toch belachelijk. Ja, dus dit zijn de middelen die Rome altijd heeft ingezet om ketters, de zogenaamde ketters, aan te pakken. Maar wat zijn ketters? Ketters die zijn mensen die niet geloven in de Romeinse fabeltjes. Ja, die kijken naar het woord van God. En die zijn niet zo onder de indruk van die zogenaamde priesters van God. En al helemaal niet van die hoofdpriester, die opperpriester, die paus. En een van die mensen was bijvoorbeeld Maarten Luther. En hij is heel bekend geworden omdat het hem gelukt is om heel veel mensen te bereiken. Hij woonde hier in IJsleben. Ja, in het midden van Duitsland ongeveer. En het is met name dankzij de boekdrukkunst dat zijn stellingen zoveel mensen hebben bereikt. Ja, het verhaal wil dat hij die aan de kerkdeur gespijkerd zou hebben. Maar dat is volgens sommigen helemaal niet gebeurd. Maakt helemaal niet uit. Wat wel gebeurt is dat heel veel mensen die stellingen hebben kunnen lezen. En die waren het er 100% mee eens. Ja, die stellingen gaan bijvoorbeeld over de aflaathandel. Hoe kan de paus of de Rooms-Katholieke Kerk nu zonde vergeven? Ja, en dan moet je geld voor betalen en worden je zonden vergeven. Wie heeft die kerk de autoriteit gegeven om dat te kunnen doen? Dat is natuurlijk onzin. De enige die zonde kan vergeven is God. En mensen die beweren dat ze het namens God doen, dat zijn oplichters. En dat heeft Maarten Luther, ja, we zeggen Maarten, maar eigenlijk Martin, maakt niet zoveel uit, dat heeft Luther heel duidelijk gemaakt, op een hele slimme manier. Ja, je moet goed lezen. Maar als je ziet, aflaatpredikers, aflaatbrieven, pauselijke aflaat, hij laat heel duidelijk zien dat dat niet kan. Wie de waarheid over de pauselijke aflaat weerspreekt, ja, de waarheid zoals hij die heeft opgeschreven, die zij vervloekt en verdoemd. Ja, die pauselijke aflaat, dat is gewoon zijn criminele praktijk. Ja, het is eigenlijk godslasterlijk. En hij heeft er ook even toegevoegd, waarom bouwt die paus, die rijker is dan de rijkste rijkaard, niet zelf zijn kerkje, zijn Sint-Pieterskerk of die Sint-Pietersbasiliek? Ja, maar dat was aan de gang. Ja, die bouw begon in het jaar 1506. Ja, terwijl in 1517 waren die stellingen opgetekend.
Dus waarom ging de paus, die al dat geld al lang had van al die arme gelovigen, waarom betaalde hij naar zelf? Waarom wilde hij daar ook weer geld voor hebben? Nou, we weten natuurlijk inmiddels waarom dat zo is, omdat dit verreweg het rijkste land ter wereld is. Ja? En met die rijkdom houden ze hun macht. Het is een machtsbolwerk, het zijn machtskakkelakken, noem ik het ook wel eens. Maar dat zijn de meest verschrikkelijke mensen die hier zijn. Nou, ze doen zich voor als heel vroom. En alle onwetende mensen trappen erin. Maar dit zijn de allergrootste vijanden van het ware woord van God. En die hebben een nog effectievere legermacht gesticht. En dat was in het jaar 1540. En waarom? Dat was kort na die 1517 waarin Luther die 95 stellingen had verspreid. En toen had Rome een groot probleem, want steeds meer mensen kwamen in opstand. En toen is deze legermacht gesticht, de Sociëteit van Jezus, terwijl de Jezuïeten. En zij laten heel duidelijk zien dat zij weten wie Jezus is. Maar dat ga ik nu ook niet uitleggen. Kijk maar naar dit logo, dan zie je het. Ja, de eerste leider van deze legerorde, de eerste generaal van deze legerorde, was Ignatius van Loyola. Ja, de Jezuïeten zijn dus ook een katholieke militaire orde. En hun manier van oorlog voeren is via informatie. Dat zijn informatieoorlogen die ze voeren. En dat gaat nog steeds zo. Kijk maar naar het nieuws. Ja, een groot deel is onzin of het is puur propaganda. En de Jezuïeten zitten daarachter. Maar hoe herken je nou die Jezuïeten? Ja, kijk maar eens goed naar deze mannen. Dat zijn allemaal mannen inderdaad. Vrouwen worden niet toegelaten. Maar je zult ze niet herkennen. Als deze voor jou staat in de supermarkt, dan zul je niet door dat het Jezuïet is. Ja, iedere huidskleur, iedere leeftijd, van jong tot oud, ze worden allemaal toegelaten. Maar dit zijn dus allemaal soldaten. Ze zullen het zelf niet allemaal doorhebben, maar ze geven informatie door aan hun overste. En uiteindelijk is dit een buitengewoon goed inlichtingennetwerk. En ze hebben zoveel geld dat ze ook regelmatig mensen laten vermoorden. Dat zullen deze mensen niet doen, maar de hogere leiding hierin uiteraard wel. Ik kan daar heel veel voorbeelden van noemen. Je hebt dus op de voorgrond een witte paus, die lijkt de baas te zijn van de Rooms-Katholieke Kerk, maar dat is niet zo. Want op de achtergrond is er een zwarte paus. Ja, momenteel is paus Franciscus, wordt hij genoemd, dat is eigenlijk Jorge Mario Bergoglio, en hij is de witte paus op de voorgrond, maar achter hem is Arturo Sosa. Nog maar redelijk sinds kort, sinds vorig jaar oktober, is hij de zwarte paus. En hij heeft de echte touwtjes genomen. Ja, hij is de baas van de Jezuïten. De generaal overste, zoals we dat noemen. Ja, de superior general. Is een profetie geweest, een profetie van Malachi. En al heel veel delen van zijn profetie zijn uitgekomen. Maar hij zegt ook, er is een laatste paus of een laatste hoge priester, een laatste pontif. En die wordt in zijn profetie Petrus Romanus genoemd. En er zijn al heel veel mensen die hebben uitgelegd dat deze Petrus Romanus, wat hij doet, in feite deze man is. En dat betekent dat dit de laatste paus is. Althans de laatste witte paus. En dat zou best eens kunnen. Het is in ieder geval helemaal in lijn met mijn voorspelling voor wat er dit jaar gaat gebeuren. Ja, of vanaf dit jaar. En ik denk ook dat er na hem niet een nieuwe paus benoemd zal worden. Ja, de toekomst zal het leren, maar alles lijkt samen te vallen. Dus wie is de baas? Nou, natuurlijk hij. Kijk eens naar zijn glimlach. Het is een beetje een minzaam glimlachje, want hij weet dat hij helemaal niet de baas is. Hij is de baas. En kijk eens hoe hij daarvan lacht. En al die Jezuïeten op de achtergrond, die lachen met hem mee. Ja, de echte Jezuïeten. Want het zijn beide Jezuïeten. Ook de witte paus is een Jezuïet. Zoek het allemaal maar op. De Jezuïeten hebben volledige controle en zij gaan bepalen wat er de komende tijd gaat gebeuren op het grote wereldtoneel. Zij hebben bijvoorbeeld ook een paus vermoord, een witte paus, om te laten zien hoeveel macht ze hebben. Dan heb ik het over paus Johannes Paulus I. En die heette eigenlijk Albino Luciani. Ja, volgens mij was het een Italiaan. Hij werd aangesteld als paus op 26 augustus in het jaar 1978. En 33 dagen later was hij dood. En 33 is natuurlijk een verwijzing naar de vrijmetselaars. Want het waren de vrijmetselaars binnen het Vaticaan
die hem hebben vergiftigd. Ja, ze hebben gif in zijn drinken gestopt in opdracht van de Jezuïeten. Ja, en ze laten het ook zien via het getal. Dat is gewoon hun handtekening. Zij laten zien hoeveel macht ze hebben. Iedereen die ogen heeft, die kan het zien. Hij werd de lachende paus genoemd. Maar dat was misschien wel de reden waarom ze hem uitgepikt hebben. Want je moet niet gaan lachen. Ja, zij lachen achter de schermen. Maar niet voor de schermen moet je lachen. Voor de schermen moet je vroom doen. En toen kregen we de aanslag op Johannes Paulus II. Ja, en hier zie je, dus op het Vaticaan staat, en hier zie je het pistool. Ja, foto, kijk maar goed, hier zie je het pistool. En daarvan werd geschoten, maar kijk eens naar de richting. Ja, dit gaat hier naar onder in zijn buik. Je kan toch veel beter wel omhoog schieten, in zijn hoofd of in zijn hart. Dan is hij dood. 13 mei 1981 gebeurde, dus vlak na de moord op de eerste Johannes Paulus. Dit was een nepaanslag. Dit is volkomen in scène gezet. En degene die het gedaan heeft, die werd weliswaar veroordeeld, maar die is inmiddels alweer vrij. Dat is deze man. Mehmet Ali Ekna. Of Akna. Ja, en hier zie je dat de paus bij hem op bezoek komt in de cel en hem een handje geeft. Dit was een professionele huurmoordenaar. Hoe kan hij vanaf deze afstand missen? Dat kan natuurlijk helemaal niet. Het was opzet. Doorgestoken kaart. En dit laat ook weer zien hoeveel macht ze hebben. Ja, want hij was een moslim. Het was de bedoeling dat er spanning zou ontstaan tussen het christendom en de moslims. De islamieten. Maar dat is toen niet gebeurd. En nu zetten ze idioten in als Geert Wilders en Donald Trump om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Ja, oh, dat plaatje had nog niet gedaan. Dat moet worden, maakt niet zoveel uit. Het Oude Testament, daar gaat het over. 39 boeken, althans zoals wij die kennen. Dit zijn die 39 boeken. Maar de Joodse gelovigen, die hebben de Tanakh. En die Tanakh heeft maar 24 boeken. En hoe zit dat nou precies? Want die 24 zijn eigenlijk gelijk aan die 39, maar is er dan anders geteld? Nou, dat heeft alles te maken met die kleine profeten, deze 12. Maar als je gaat kijken welke boeken met elkaar overeenkomen, dan zie je dat die kleine profeten hier in het Tanakh onder de profeten zijn geschaard. En hier hebben ze allemaal een eigen hoofdstuk. Dan zie je niet het verschil tussen de zogenaamde grote profeten, als bijvoorbeeld Jesaja, en de kleine profeten, zoals bijvoorbeeld Jona. Wat heel opmerkelijk is, is dat in de Joodse zienswijze Daniël geen profeet is. Ja, in de Talmud wordt dat zelfs expliciet gezegd. Daniël wordt niet gezien als een profeet, terwijl het in mijn ogen de allergrootste profeet is. Dus dat is heel merkwaardig. Ja? Hij is hier geparkeerd onder de geschriften. Net als Esther, bijvoorbeeld. Ja, terwijl Daniël overduidelijk wel een profeet was en Esther niet. Allemaal heel merkwaardig. En dan heb je ook nog een katholieke Bijbel en daar heb je 7 extra boeken. Ja, soms nog meer, maar dat maakt niet zoveel uit. Maar dan zie je bijvoorbeeld Maccabeën. Ja, of bijvoorbeeld Tobit, of soms vertaald als Tobias. Extra boeken. Nou, hoe kan dat allemaal? Waar komen die boeken vandaan? En als je daar dieper op ingaat, en dat heb ik uiteraard gedaan met mijn onderzoek, dan kom je erachter dat die Joodse Bijbel helemaal niet de oorspronkelijke is. Die Hebreeuwse versie is nog maar zo'n 1000 jaar oud. Terwijl er een veel oudere versie is, en die veel oudere versie, die wordt aangeduid met Septuagint. Ja, van het Latijnse woord Septuaginta, en dat betekent 70. Hier zie je het in Romeinse cijfers, 70. Ja, 50 en dan 10, dus 70. Maar dat komt van de vertaling van de 70, want er was een Romeinse heerser in Egypte die deze boeken heeft laten vertalen in het Grieks. En die versie is opgenomen in de bibliotheek van Alexandrië onder de titel Vertaling van de 70, of in het Grieks Metaphrasiton Evdomikonta, als ik het goed uitspreek. Ja, maar die Griekse naam is op de achtergrond geraakt en die Latijnse naam is bewaard gebleven. Ja, ook in het Engels wordt Septuagint genoemd, in het Engels zeggen Septuaginta. Maar het is dus een Griekse versie. En die Griekse versie is zo'n 1200 jaar ouder dan die Hebreeuwse versie. Wikipedia liegt hier kei en kei en keihard over. De meest authentieke versie, de originele versie in een taal die nog steeds gesproken wordt, is de Griekse versie. En alleen wanneer je die Griekse versie leest, dan zie je de oorspronkelijke tekst. Punt.
En die Griekse versie had ook 24 boeken. Ja, alleen daarvan werden ook de kleine profeten, om ze zomaar te noemen, weer samengenomen. De eerste 5 boeken werden in het Grieks aangeduid met Pentateuch. En dat betekent letterlijk de 5 boeken. Ja, Pentateuchios. En dan zogenaamde historische boeken. Ja, bijvoorbeeld koningen en kronieken, maar Samuel hoort er eigenlijk bij. Want ook Samuel is koningen. Dus er zijn eigenlijk allemaal 6 historische boeken. En die zou je ook allemaal onder één noemen kunnen brengen. Maakt dat niet zoveel uit. Ja, en hier zie je bijvoorbeeld Tobit. In de Septuagint-versie is Tobias is een bijbelboek. En Maccabeën ook. En die zijn dus verdwenen in de Bijbel zoals we die nu kennen. Althans in de protestantse Bijbel. Ja, en dan zie je hier boeken over wijsheid. En uiteindelijk zie je hier boeken over de profeten. Het begint met die 12 kleine en dan met de grote. En de laatste grote is Daniel. Ja, dus dit is de allergrootste. Daniel is de allergrootste profeet volgens de Septuagint-versie. Blijkbaar mogen we dat niet weten. En misschien ook wel dit. Wie is dat? Jezu. Ja, Jezus. De naam Jezus komt dan in het Oude Testament voor. Ja, als je goed kijkt naar Joshua, zie je dat het ook Jezus is. Kortom, het is geen nieuwe naam. De mensen van het Nieuwe Testament hebben gewoon geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten bij het Oude Testament. En dit zijn die boeken van het Nieuwe Testament. En deze eerste 4 zijn het allerbelangrijkste, want die gaan over de goede boodschap, de evangelie. Dat kun je geen meervoud van maken. Je kunt niet zeggen de goede boodschappen. Ja, je gaat niet naar de winkel, nee, het is een boodschap. En die boodschap die kun je op verschillende manieren brengen. Dat zijn deze 4 varianten. Maar het is 1 en dezelfde boodschap. Dus er is geen meervoudsvorm van het woord evangelie. Ja, we zeggen wel evangelieën, in het Engels zeggen we gospels, maar dat kan helemaal niet. Het is 1 boodschap op verschillende manieren gebracht. Nou, vervolgens krijg je dan handelingen, dat zou ook een zogenaamde historische beschrijving moeten zijn, waar ik helemaal niks van geloof. En vervolgens allemaal brieven, tot aan de openbaring, dat is weer een ander boek. Ja, maar voor mij zijn de openbaring aan Johannes en die goede boodschap, die 4 versies daarvan, 4 varianten, dat is verreweg het belangrijkste van het Nieuwe Testament. En die auteurs van deze goede boodschap, dat waren tweede eeuwse geleerden. Ja, er is heel veel discussie over wanneer die boeken geschreven zijn. Maar de waarheid is het pas aan het eind van de tweede eeuw gebeurd. En zij wisten dat de Heer van het Oude Testament in veel gevallen helemaal niet de ene ware God is. Ja, in het Oude Testament komt ook een grappenmaker voor. En die grappenmaker wordt in de Tanakh aangeduid als Yod Hevaher. Ja, wordt uitgesproken als Adonai, als Heer. Maar die Heer is helemaal niet de ware God. En dat hebben de auteurs van de Nieuwe Testamentboeken geprobeerd duidelijk te maken. Op een hele slimme manier. Want bijvoorbeeld die God uit het Oude Testament, die is soms toornig, jaloers, boos, gewelddadig. Dat is toch wel een beetje een merkwaardige God, vind je niet? Want de God uit het Nieuwe Testament is liefdevol en vergevingsgezind. Hoe kan dit nu 1 en dezelfde God zijn? Dat is dus ook helemaal niet zo. Tenzij dit een God met een gespleten persoonlijkheid is. Maar dat zul je misschien wel weer heiligschennis vinden, hoe dan ook. Het zijn 2 verschillende goden en misschien waren het wel meerdere goden in het Oude Testament. Ja, want als je goed leest is het meervoudsvorm. Dus er waren meerdere goden in het Oude Testament en er was maar 1 ware God. Die af en toe ook genoemd werd in het Oude Testament. Maar het Nieuwe Testament gaat alleen maar over die ene ware God. Als je geen kennis van zaken hebt, dan laat je je keer op keer voor de gek houden. Of misleiden. Maar holy science, de ware kennis, die vertelt jou precies hoe het zit. Ja, dit heb ik niet vertaald in het Nederlands. Maar Judaïsme, die zegt dat Yod Hevaher, hun Heer, hun Adonai, dat die zondaars straft. Nou, dat vind je nergens in het Nieuwe Testament. En Judaïsme verwerpt ook de boeken van het Nieuwe Testament. Die horen er niet bij. Ja, alleen de Torah, de Tanakh en de Talmud is dan de uitleg van de Torah.
en de Tanakh, maar vooral de Torah, en er zijn misschien nog wel een paar boeken, daar ga ik niet meer dieper op in, maar waar het om gaat is, het Nieuwe Testament wordt keihard afgewezen door judaïsme, terwijl het woordenvol onmiskenbare waarheden staat, heel merkwaardig. Dan kreeg je het mandeïsme, en die zegt, Abraham, Mozes, maar Jezus hebben nooit bestaan als historische mensen. En daarin hebben ze 100% gelijk. Ik ga het nu niet dieper uitleggen. Als je mijn werk kent, dan bewijs ik dat. Vervolgens kreeg je een stroming van de gnosticismen, of de gnostici. En gnosis komt van het Griekse woord, of ja, gnosticus komt van het gnostikos, en dat betekent hebbende kennis. Dus zij die kennis hebben. En ook manda is een Aramees woord en betekent ook kennis. Dus deze mensen hadden kennis. Ja, judaïsme is een geloof, maar dit is eigenlijk helemaal geen geloof. Zowel het mandeïsme als het gnosticisme is een wetenschap. En die zijn uiteraard overgenomen in holy science. Christendom is weer een geloof. Ja, je moet vooral in de paus geloven en in de Rooms-Katholieke Kerk. En wat de priesters vertellen. En je moet je niet zozeer druk maken om dat boekje. Het boekje is niet zo belangrijk in de Rooms-Katholieke Kerk. Ja, het gaat om de vertegenwoordigers en wat zij beweren. Nou, is dat wel zo? Is de paus wel de hoogste vertegenwoordiger van God? En hoe kun je dat dan aantonen? Zijn niet alle mensen gelijk voor God en kan niet één iemand zeggen dat hij hoger is? Natuurlijk kan hij dat helemaal niet. De Holy See, ja, in Nederland wordt gezegd de heilige zetel. Maar de paus doet alsof hij op een soort stoel namens God zit. En dat hij vanuit die stoel zeggenschap heeft, is natuurlijk pure misleiding. Dat is onzin. En steeds meer mensen kregen door dat dit niet klopt. En daardoor kreeg je allemaal afsplitsingen. Is de Oriëntaalse orthodoxe kerk en de Koptische orthodoxe kerk sinds het jaar 451. En in de 11e eeuw zag je ook dat de Oosterse orthodoxe kerk ging afsplitsen van de Rooms-Katholieke kerk. Ja, bijvoorbeeld de Grieks-orthodoxe en de Russisch-orthodoxe, noem het allemaal maar op. Internet kun je er heel veel over vinden, maar allemaal afsplitsingen van die Roomse zienswijze. Ja, en dan Maarten Luther, ik noemde het net al, maar zijn beweging leidde tot het protestantisme. Zij protesteerden tegen wat Rome deed. Nou, volgens mij moet je niet gaan protesteren, moet je gewoon gaan afscheiden. En dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. En protestantisme zegt eigenlijk, de waarheid staat in de Bijbel. Dat is het woord van God. En wat de paus of wat de priesters ook allemaal mogen beweren, dat is niet de waarheid. En daar hebben ze 100% gelijk in. Maar ook binnen het protestantisme kreeg je allerlei afsplitsingen. Ja, de Lutherse, de Baptisten, de Adventisten, noem ze allemaal wat, de Pinkstergemeente. En ja, in Nederland de Calvinisten, maar dat werden dan weer de gereformeerden, de hervormden. Amish hebben we ook nog. Ja, dit is geen complete opsomming, het is niet uitputtelijk. Dat is gewoon om een beeld te geven. En zelfs binnen de kerken, ja, hier zie je een heel leuk plaatje, heb je twee Baptistenkerken in Mount Calvary. Old Mount Calvary Kerk en de New Mount Calvary Kerk. Ja, allebei Baptistenkerken hebben alles op dezelfde tijd, de zondagsschool, bijbelstudie en de dienst. Maar het zijn wel twee verschillende. Voor de ene moet je linksaf en de andere moet je rechtsaf. Nou, dat laat een beetje zien wat er gebeurd is. Ja, ook in Nederland heb je hervormd en gereformeerd. Ja, tegenwoordig is het weer samengevoegd, maar in mijn jeugd waren het twee verschillende kerken. Als ik naar school fietste, kwam ik langs vier verschillende kerken. Eerst de hervormde kerk, dan de baptistenkerk, dan de gereformeerde kerk en dan de katholieke kerk. En als jongetje snapte ik er helemaal niks van. En mijn ouders waren niet in staat om dat uit te leggen. Ja, vraag nu maar eens iemand wat het verschil is tussen al die verschillende stromingen. Ja, en een broer van mijn vader was vrijgemaakt gereformeerd, want binnen die gereformeerde had je weer een aparte club. Zogenaamde artikel 31. En die zijn helemaal niet bij die PKN aangesloten. Die zijn nog steeds apart. Wat er gebeurt is dat Rome steeds meer invloed heeft gekregen op al die kerken. Er zijn weliswaar afsplitsingen, maar Rome heeft op de een of andere manier de deur weer opengezet om ze toch weer binnenboord te trekken. En wat ook gebeurt is dat al die bewegingen zijn geïnfiltreerd. En daardoor krijg je steeds meer afscheidingen. Want dit is het adagium van Rome, verdeel en heers. Ja, de Rooms-Katholieke Kerk is nooit verdeeld.
ondanks alle grote schandalen is het allemaal hetzelfde gebleven. Maar al die andere kerken die zijn allemaal steeds kleiner en kleiner en kleiner geworden. En daardoor hebben ze geen impact meer. Ja, dit zijn de kernvragen. Straft God zondaars? Ja of nee? Geef daar een antwoord op. Zijn de Joden het door het God uitverkoren volk? Ja of nee? Stuurde God zijn enige zoon naar deze planeet als een mens, als een man? Ja of nee? Stierf deze man genaamd Jezus aan het kruis? Ja of nee? Zijn de Joden verantwoordelijk voor zijn dood? Ja of nee? Was deze dood een boetedoening voor de gehele mensheid? Ja of nee? Is de paus de hoogste vertegenwoordiger op deze planeet van Gods autoriteit? Nou, ik heb het antwoord al gezegd, maar goed, voor jou, ja of nee? En is de kerk belangrijker dan het schrift? Ja of nee? Als je één van deze vragen met ja hebt beantwoord, kun je beter stoppen met kijken. Want het antwoord op elk van deze vragen, het juiste antwoord, het enige ware antwoord is nee. Doe je eigen onderzoek, geloof niks van wat ik hier beweer, maar als je denkt dat het ja is, dan ben je een gelovige en heb je niet je onderzoek gedaan. En gelovige mensen zijn gewoon luie mensen die niet zelf willen nadenken of de tijd willen nemen. En ben je zo'n luiaard die niet wil nadenken, dan is deze video niet voor jou bedoeld. Ga maar iets anders doen. De waarheid is dat Rome de baas zal spelen over de gehele planeet. Ja, wants to rule the whole world. De hele wereld, ja, wat je daarmee bedoelt is meestal de planeet, daar wil Rome de baas over zijn. Deze machtsgeilaars, deze machtswellustelingen, ja, control freaks in het Engels, die zijn destijds uit Babylon gekomen en vervolgens eerst naar Egypte gegaan en daarna terechtgekomen in Rome. En daar zitten ze nog steeds. Zo is dat gegaan. En in mijn video's leg ik dat allemaal in detail uit. En dat staat zelfs in het Oude Testament, als je maar goed leest. Want zij kwamen erachter dat religieuze controle veel efficiënter en effectiever is dan militaire controle. Rome voert niet alleen een informatieoorlog, maar moord ook. Ja, tal van mensen die bedreiging vormden voor Rome, omdat ze kennis naar buiten brachten die liet zien dat Rome liegt, keihard liegt, die zijn vermoord. Het gnosticisme is dus gekaapt door Rome, gnosticisme in het nabije oosten. Ja, wat we niet Palestina noemen, en Turkije en Syrië, dat gedeelte, daar zaten mensen die kennis hadden. En die kennis is gekaapt en Rome heeft dat christendom genoemd. Maar christendom is een nep-religie. Ja, is een religie gebaseerd op wetenschap. Dat wil zeggen, die wetenschap is verkracht en er is een religie van gemaakt. Maar dat heeft niks meer te maken met die oorspronkelijke tekst, althans oorspronkelijke betekenis. Althans, niet veel meer. Er zit trouwens nog steeds waarheid in. Maar je moet wel goed zoeken. Het probleem voor Rome was dat ze het judaïsme niet ingelijfd kregen. Ja, de Joodse gelovigen hielden zo hardnekkig vast aan hun eigen zienswijze dat het frustrerend werd voor Rome. En sindsdien ging Rome een andere tactiek voeren, namelijk de Joden overal de schuld van geven. Hun poging om Joden te decimeren, om nog wat buitenspel te zetten. Ja, want Rome wilde naar Jeruzalem, want dat is voor de religies de hoofdstad. De religieuze hoofdstad is Jeruzalem. Daar zijn alle monotheïstische religies het over eens. Maar het probleem voor Rome was dat de Joden daar zaten, die wilden helemaal niet weg. En toen heeft Rome de islam gecreëerd. Dat leg ik ook in een andere video uit. Dit zal misschien ook een shock zijn als je dit voor het eerst hoort. Maar de islam is gecreëerd door Rome, om de Joden daar weg te krijgen. Alleen de islam was veel te succesvol. De islam werd vele malen groter dan Rome had voorzien. En bovendien wilden de moslims Jeruzalem helemaal niet teruggeven. En toen had Rome dus een enorm probleem. En wat heeft Rome toen gedaan? De kruistocht georganiseerd. Van 200 jaar lang zijn er allerlei kruistochten geweest naar Jeruzalem om de moslims daar weg te krijgen. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Rome heeft daarin gefaald. En pas veel later hebben ze een nieuwe truc bedacht. En die nieuwe truc was, geef Rome maar weer terug aan de Joden. Ja, dat is handiger dan de islamieten. En dat is gebeurd via de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog. Ja, toen was er een Joodse staat. En vervolgens
hebben ze ook nog alle ruimte gekregen om die Zesdaagse Oorlog te voeren met allerlei desinformatie. Met als gevolg dat Jeruzalem in handen is gekomen van de Joden. En nu moet er nog maar één ding gebeuren en dat is de Joden daar weer wegkrijgen. En daarvoor heeft Rome de Derde Wereldoorlog nodig. De Derde Wereldoorlog die staat volgens mij op punt van uitbreken. Ja, dat zullen wij echt gaan meemaken, daar ben ik van overtuigd. En in die Derde Wereldoorlog zal niet alleen Rome volledig weggevaagd worden, ja, want er zal een oorlog komen in Europa, maar vooral Israël wordt helemaal weggevaagd door de Russen. En dan is er alle ruimte om de nieuwe tempel te gaan opbouwen, waar nu de Rock of the Dome staat, een islamitische tempel, ja, islamitische moskee, die wordt weggevaagd en daar wordt het nieuwe hoofdkwartier van de nieuwe religie neergezet. Want dat komt er. Een nieuwe religie, New World Order religie. De nieuwe wereldorde komt met een nieuwe religie, wat een samensmelting is van het judaïsme, christendom en de islam. Dat is de waarheid. Want het jodendom is gebaseerd op leugens, maar er zit ook kernen van waarheid in. En dat geldt ook voor christendom en dat geldt ook voor de islam. Maar uiteindelijk, na die Derde Wereldoorlog, zullen deze drie religies samensmelten tot één. Eén New World Order religie onder leiding van de beloofde. Want elk van deze drie religies wacht op de beloofde. Ja, in de jodendom wordt het de Messias genoemd. Ja, de christenen wachten op de wederkomst van Jezus. En ook de islam vertelt dat Jezus terugkomt. Want Jezus is een profeet in de islam. Maar die komt er wel terug als een radicale moslim. Ja, dat geloven de moslims. De waarheid is dat er iemand terug zal komen of iemand zal verschijnen die zich voor zal doen als elk van deze drie, maar dan als één. En die zal deze drie religies op sleeptouw nemen en ze één maken. Dat is de grote bedoeling. En daarvoor moet natuurlijk wel een enorme show worden opgevoerd en dat gaan we echt de komende tijd zien. Ja, die zogenaamde antichrist, zoals het wordt genoemd, die zal zich binnenkort manifesteren. Wat je moet doen is stop met geloven en start met weten. Ja, dat zie je hier. Stop met geloven en start met weten. Staat ook breed uit op mijn website weergegeven. Partheo.nl. Tweede is verwerp de kerk, maar ook de synagoge en de moskee. Als je jezelf een christen noemt, of een jood, of een islamiet, of een moslim, stop dan met naar die kerk gaan, naar die synagoge of die moskee. Al die organisaties dienen helemaal niet de ene ware God. Die zijn allemaal opgezet om jou te mindcontrollen, om jou in de war te brengen. Ja, snap je wat de waarheid is? Blijf dan ver weg bij die organisatie, want die organisaties dienen een heel ander doel. Ja, daarom vragen ze ook geld van jou. Ze willen jou afhankelijk maken van dat systeem. Breek daaruit vrij. Ja, laat het achter je. Kom rustig samen met mensen in woonkamers of op waar dan ook, welke plekken. Maar laat deze organisaties die allemaal geïnfiltreerd zijn, de Jezuïeten op de achtergrond zijn allemaal de baas wat hier gebeurt. Niets gebeurt waar ze geen invloed op uitoefenen. Dus daar moet je niet zijn. Wil je God dienen, dan moet je uit deze organisaties weggaan. En vervolgens moet je de originele versie van de goede boodschap lezen. Ja, niet de versie die uiteindelijk is vrijgegeven met instemming van het Vaticaan. Die versie klopt op tal van manieren niet. Ik ben bezig om die te vertalen. De oorspronkelijke versie in het Grieks vertaal ik in het Engels en in het Nederlands. En daar maak ik video's van. Dat noem ik Heilige Schrift TV. En dat doe ik niet alleen voor het Nieuwe Testament, de goede boodschap, maar ook voor het Oude Testament. De Septuaginta-versie. Ja, die Griekse versie. En die teksten kun je gewoon op internet vinden. En dan kun je jezelf gaan vertalen. Dat kan. Of je kunt naar mijn video's kijken. Dat kan ook. Ja, maakt mij niet uit. Maar als je maar die oorspronkelijke versie gaat lezen. Ja, als je je abonneert op Heilige Schrift TV, dan krijg je iedere maand minimaal één video, maar meestal twee of nog meer, video's waarin het wordt uitgelegd. Dan zie je de tekst in het Grieks en de vertaling in het Nederlands. En wat er nu echt bedoeld wordt. De betekenis wordt ook gegeven. Ja, je zou kunnen noemen, dit is de ware Bijbelstudie. Heilige Schrift TV. Kost je €5 per maand en dan krijg je al die video's te zien.
Waar gaat het hele geschrift over? Ja, de ware geschrift, het ware woord van God, gaat in essentie over hoe levend te worden. Maar niet biologisch levend, nee, spiritueel levend. Alle verhalen in het Nieuwe Testament over tot leven wekken, gaan over spiritueel tot leven wekken. Jezus redt, klopt helemaal. Maar het gaat niet over zeg maar het fysieke leven. Het gaat over het spirituele leven. En het gaat over jouw ziel. Want dit weten helpt om jouw ziel te redden. En dat is het allerbelangrijkste. Kijk maar eens wat er in Matteüs staat. De goede boodschap volgt Matteüs, hoofdstuk 16, vers 26. Ja, dit staat er in de correct vertaalde versie. Wat immers baat het een mens als hij de gehele wereld wint en zijn ziel verliest? Wat heb je eraan als je alles in deze wereld bezit, maar je bent je ziel kwijtgeraakt? Ja, je ziel is dus meer waardevol dan alles wat je in de wereld vindt, in de fysieke wereld. Dat staat hier. Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel? Ja, wat eigenlijk bedoeld, wat wil je daarvoor ontvangen? Stel dat jij je ziel wil verkopen, bijvoorbeeld aan de duivel. Wat is dan een goede prijs? Wat is jouw ziel waard? Nou, als je er dieper over nadenkt, dan kom je erachter dat helemaal niets, maar dan ook niets waard is om jouw ziel daarvoor te ruilen. Jouw ziel is het allerbelangrijkste, meest waardevolle bezit wat je hebt. Dat wordt hier geprobeerd duidelijk te maken. En die ziel kun je jezelf redden met de verhalen uit het Nieuwe Testament. Want wie zijn ziel verloren heeft, die is dood. Ja, die gaat nog wel door met ademhalen en zijn bloed stroopt ook nog gewoon rond. Maar die is spiritueel dood. Ja, en ik kan alle mensen wel opnoemen die op de televisie verschijnen die spiritueel dood zijn. Ja, dat zijn ze namelijk allemaal. Anders zouden ze niet op de televisie verschijnen. Zo simpel is het. Ze hebben allemaal hun ziel verkocht aan de duivel. En ze weten het niet. Ja, ook de mensen van de EO, noem het allemaal maar op. Ze hebben het niet door. Ze zijn keihard voor de gek gehouden door de duivel. Die zit drie keer in de rondte lag. Rome wil jouw ziel. En Rome heeft invloed op alle religies. Ook op judaïsme, ook op de islam. Rome wil jouw ziel. Rome wil dus dat jij dood bent. Ja? Wil je niet fysiek doodmaken? Wil je geen kogel door je hoofd schieten? Wat dan ook? Je vergiftigen? Nee, dat is Rome wil dat juist niet. Wil zoveel mogelijk mensen laten leven, maar wel dat ze hun ziel opgeven. En hoe doe je dat? Nou, op tal van manieren. Ga ik nu niet allemaal uitleggen. Maar als je bijvoorbeeld gaat naar de huisdokter, dan geef je eigenlijk je ziel op. Je geeft je ziel in handen van zo'n witte jassencrimineel. Ja, of als je naar de pastoor gaat, of naar de priester, of naar de dominee, je geeft je letterlijk over aan ja, deze organisatie. En dus krijgen ze jouw ziel. Op het moment dat je water laat drempelen op je voorhoofd, wordt jouw ziel afgestaan. Dat is de hele truc. Dus jij moet dood. Spiritueel moet je dood. Dat door Rome. Rome wil zoveel mogelijk zieltjes winnen. Ja, we weten het ook allemaal. Maar dat mensen snappen niet wat ermee bedoeld wordt. Wat ermee bedoeld dat de ziel bij jou vandaan gaat. Jouw ziel is opgegeven. Jouw ziel wordt gevoed aan de duivel, zou je kunnen zeggen. En die smult ervan. Want het christendom is een Romeinse doodscultus. Ja, de dood wordt op de voorgrond gebracht. En daarom is ook dit symbool. Dit symbool gaat over dood. Rome, ja, het christendom is een Romeinse doodscultus. Dood wordt vereerd. En bij voorkeur wordt er iemand afgebeeld die dood is. Ja, en hier zie je dood. Hoe kan ik dat nog duidelijker zeggen? De dood wordt vereerd. En welke dood is dat? De dood van jouw ziel. En daarom gebruikt Rome ook een dode taal. Alles in Rome is in het Latijn, maar Latijn leeft niet meer. Latijn is een dode taal. Ja, hier staat dode ziel. Anime mortuorum. Ja, dode ziel. Iedere vorm van christendom, misschien denk je nou de kerk waar ik bij zit, die heeft afstand genomen van de Rooms-Katholieke geloof. Dus dat is een goede kerk. Nou laat ik je dan heel duidelijk zeggen, er bestaat geen goede kerk. Iedere kerk dient dood. Iedere kerk heeft een kruis op zijn dak. En dat is dus dood. Ja, op het moment dat jij je aansluit bij een kerk, word jij onderdeel van die doodscultus. Daar moet je dus bij vandaan. Ga bij de kerk vandaan. En ga het ware woord van God zelf bestuderen.
Het geldt niet alleen voor christendom, ook voor judaïsme en islam. Het zijn alle drie doodscultussen. Ik hoop dat dit duidelijk is. Ik zal mijn camera even aanzetten. Ik hoop dat dit duidelijk is. Ik heb harde woorden uitgesproken, maar dat is volgens mij de enige manier om door te dringen. Want ik probeer hier al zo lang gelovigen te vertellen wat de waarheid is. Maar ze stoppen allemaal hun vingers in de oren en willen niet horen. Ze zijn volledig gemindcontrolled. Ja, want er is zelfcensuur aangebracht binnen het christendom. En daardoor zijn christenen altijd heel erg alert om dingen aan te wijzen als iets wat niet waar is. Maar ze denken niet meer na. Ze zijn voorgeprogrammeerd om dingen af te wijzen. Ja, ze hebben een soort immuunsysteem gekregen wat de waarheid afwijst. En daarom is het zo moeilijk voor christenen om de waarheid, de enige waarheid over God te accepteren. Maar geloof mij niet, hè? Absoluut niet. Stop met geloven. Dat vraag ik voor jou. Hou op met geloven. En ga zelf op onderzoek naar de waarheid. Heb je daar geen tijd voor? Deel dan je leven anders in. Want je besteedt waarschijnlijk heel veel tijd aan zaken die helemaal niet belangrijk zijn. Je kunt namelijk vrij zijn. Breek vrij uit het systeem en ga op zoek naar de waarheid. Dat is de reden waarom jij bent op deze planeet, in dit leven. En als je iets anders doet, dan verloochen je jezelf. En dan zul je uiteindelijk buitengewoon teleurgesteld over zijn. En ik hoop dat je erachter komt voordat het te laat is. Voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze aflevering. En nogmaals, geef het door aan anderen. Ken jij gelovige mensen? Laat ze deze video zien. Laat ze hier naar kijken zonder oordeel. Wat voor kwaad kan het om een uurtje naar een video te kijken? Nou, als er niks is, dan nou, jammer. Maar je kijkt wel eens een uurtje naar de televisie van je denkt, nou, dat is ook jammer van mijn tijd. Stop er gewoon een uurtje in en ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar misschien baat het wel. Misschien heb je hier heel veel baat bij. Kortom, deel dit met andere mensen. Daarvoor wil ik je voorhand hartelijk danken. Namaste.